Merel is helemaal gelukkig. Je moet voor mij maar zo'n hoesje bestellen. Ik vind dat wel leuk. Moet echt een bovenbeugel. Dan moet je een puntje hebben om hartjes te krijgen. Sushi. Sushi. Ze waren heel erg tevreden over jouw inzet. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En er zit daar een meisje met een schoencadeautje. En mama, zei mama nog niet vertellen, want mama wil zelf kijken. En Eline wil zelf kijken. Eline, zullen we kijken wat er in ons schoen zit? Eline is eerst uur vrij, maar die is een beetje vroeg uit bed. En heeft haar haar al gewassen. Dus ga ik morgen toeteren. Oh ja, dan ga ik morgen blazen. Het is voor mij. Mijn papa, misschien chocolade of lekker. Weet je wat? En Sissy heeft er ook al een. Weet je wat het misschien is? Als je toetert, dan krijg je niks. Ja, ik doe wel niet toeteren vanavond dan. Dan moet je gewoon zingen. Ze wilden gisteravond allemaal dat ik mijn instrument pakte. Ja, ze een klaarvoetje mee wilde spelen. Maar ja, ik had vorige keer ook niks in mijn schoenen gehad. En jullie wel. Ik ga dat niet nog een keer doen. Als die dan toetert, dan krijgt hij niks. En als die dan gewoon zingt, krijgt hij wel iets. Dus moet hij gewoon zingen, hè? Oh, gewoon zingen, ja. Dat is het. Niet meer met mijn toeter. Maar jullie vragen elke keer wat ik moet toeteren. Toch? Ja, we wisten dat toch niet dat je plaatsen moest toeteren om te zingen. Nee, ja, vertaal wel zingen. Dus dat ben je mooi, Jolien. Merel is helemaal gelukkig. Want ze is met een heel gevaarlijk mes bezig. Want er is een pakketje voor de binnen en dat wil ze graag unboxen in de vlog. Unboxen heet dat, unboxing. En dan? Laat ik zien wat erin zit. Oh. Ja, ik had het goed. Nee, dit is geen telefoon. Oh, wat dit is dat dan? Het is wel mooi verpakt. Ja, dat is altijd. En een tasje. Een tasje? Hetzelfde als je hoesje. Oh, ik weet welke er is. Daar kan je telefoon in doen. Oh, leuk. Zeker voor een iPhone 11, niet voor je vader. Maar jij wil je mijn tasje rondlopen? Nee. Maar als je over mijn telefoon. Je moet voor mij maar zo'n hoesje bestellen. Ik vind dat wel leuk. Een mooi hoesje. Merel heeft altijd kortingscode, dus dan moet je er even aan kijken. Oh, er zit ook een magneet. Oh. Dat is leuk. En dat is een magneet, denk ik. Ja. Nou, ik ben helemaal blij. Je hebt er ook kortingscode of niet? Ja, Merel. Alleen maar Merel. Oh, dat is makkelijk. Maar er is al 50% korting op de site. En dan krijg je nog extra. Oh. Ja, dan heb je 70%. Hoeveel krijg je 25%? Ik weet het niet. Nou, bestel voor mij maar dan. Op welke site? Ideal Studio. Kijk. Leuk. En ik denk dat jij nu naar school moet. Ik denk echt ook. Ja? Nou, het was ook te laat vanochtend. Dus, Oh nee, ik kom altijd. Hoe gaat het hier? Het is rustig in huis. En dit hebben we vandaag in ons schoen. En wat kan je daarmee doen? Een stukje eten. Het is eigenlijk van stand, maar ik mag er ook een klein stukje. Dat is lief. Hoe kan je dan weer beneden zijn? Nou, er zijn er hier meer die om een stoepje vragen, dus dat mag. Ik denk dat het een beetje warm is, want het is heel zacht. Ja, dan lig je bij de verwarming misschien. Nee, ik heb hem net daarboven heel goed. Oh. Deze is voor mij. Ja, schat. Ja, ze zijn een beetje zacht. Maakt niet uit. Met? Oh, dan mag deze twee zijn voor mij. Ja. Deze is van mij. Lekker? Ja. Of komt er? Ook van de lekkerste winkel in Nederland. Ja, van de lekkerste winkel in Nederland. Zijn de pietjes bij de lekkerste winkel van Nederland geweest? En welke winkel? Mary's. Ja, die chocolaterie in Afrika. Chocolaterie. Nee, ik verkoop ze ook in de bakkerswinkel. Dus ik denk dat ze daar zijn geweest. Ga je verwarmen? Misschien heeft degene de pietjes wel gezien, nee, die aan het werk was vannacht. Nee, die hebben. Ah, nee, oké. Ja, papa vraagt wie er vannacht begonnen is. Die heeft misschien wel de pietjes gezien.
Eline heeft huiswerkklas natuurlijk. Waarom zeg je dat niet? Nou, omdat dat sushi ding binnen is. Ik denk dat zal Eline wel leuk vinden om te gaan doen. Daarom zei ik dat. Moet eigenlijk een bovenbeugel. Eindelijk. Nee, zeg je nou? Ik heb geen zin in. Ja. Alles voor een mooi gebit, hè? Die mooi wil zijn. En dan. Paarden. En dan maak je hem. Dan raak je hem sneller. Is hem, ja. En dan raak je hem sneller kwijt als je die boven. Jawel. Nee, het was een plaatje, César. Moet je hoofd kijken, dit is precies het grond. Maar je hoofd doet het zo. Je kan beter gewoon dat houten ding gebruiken. Bijna 30, mama. Goed zo, schat. Ik weet niet, staat er in het Chinees op? Oh ja, kijk hier, dit is zo'n grote rol. En dan kun je het zo snijden, denk ik. Ja, dan kun je gewoon een mes er zo doorheen halen. Ja, je moet het mes er doorheen halen als de bovenkant eraf is dan, ja. Ja. Hallo, Tim. Ik heb een makkie voor je. Mama. Zo. Nee, deze is voor deze. Kijk, dan krijg je hartjes. Nou. Nee, dat is niet hartjes. Mama, aanbrand! Dan moet je een puntje hebben om hartjes te krijgen. Deze zag ik op de film. Nee, andersom. Deze, kom eens. Als je die andersom houdt en dan die er bovenop, dan heb je een hartje. Andersom. Ja, zo. Dat deed ik ook. Nee, andersom. Dat. Draai ze om. Ja. Oh, ja. Dan heb je een hart. Kijk. Hierin. Kijk, dan heb je een hartje. Oh ja, dan kan je dat rondje eruit halen en dan dat driehoekje erin doen. Ja, dat weet ik niet. Ja, oh ja, ja. Kijk, en dan die erop. Dan heb je hartje. Hartje sushi. Hier staat het op. Hallo mama. Oh, dat is echt leuk. Leuk, hè? Nou. Hallo mama. Ja, hier staat allemaal op. En allemaal even hoe dik ze zijn. Lijkt wel of we een samenwerking hebben. Nee, ik kan dat tegen en ik zei, dat is echt iets voor jou. Ja. Ik kan er gewoon zo'n velletje in en dan... Ja. Dus kun je het allemaal mooi geven. Sushi. Ja. Mooi sushi maken. Heel fijn. Van je rijst te spatelen, denk ik. Ik weet het niet. Mag jij even lekker iPad kijken, hè? Ja, aan mijn Noep op. En ja, en Noep, Noep. Stiekem. En Noep op. Ja. Een eentje, hè? Hoeveel heb je erop? Heel veel. 1, 2, 5, 6. Nou, we gaan Mereltje zo wegbrengen naar Roosendaal. Die gaat daar mee trainen. Heb je er zin in? Ja. Ja, hoe staat het met de vooruitgang? Pelletjes? Ja, ik weet het eigenlijk niet, hoor. Ik weet het allemaal niet zo goed. Nee? Is het goed? Ja? Weet je het niet zo goed? Nou, we hebben het er wel over gehad van de week en ik heb gezegd, is het echt iets wat je ja, ik zet even aan. Heel eventjes een beetje zachtjes, hè? Anders hoor je dat zo goed op de vlog. Dat is een beetje vervelend, hè? Even het geluid uithouden. Zo meteen weer aan, goed? Heb je nou weer snoep? Nee, ze zelden nog. Nou, we hebben het erover gehad en het is... Er zijn meer mogelijkheden, dus ook als je niet op het allerhoogste niveau hockeyt, dan zijn er mogelijkheden. Alleen dan moet je een heel goed filmpje van jezelf maken en zo. Ja. En hebben we ook aan Merel gevraagd, is het echt wat je wil? Want dan gaan we daar mee verder. Komt er even eentje koelen. De snot aan je afwegen. Ja. Nee. Oh. Is dat echt wat je wil? Ja, dat is echt wat ik wil. Ik zei, nou, dan gaan we ermee verder. Pak de camera. En dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn en bij welke instanties dat we moeten zijn. En bij de hockeyclub waar ze nu mee treedt gaan ze kijken wat ze voor haar kunnen betekenen. En welk niveau dat ze zou kunnen spelen. Dus, ze waren heel erg tevreden over jouw inzet. Alleen jouw talent blijft een beetje achter. Ja. Maar dat weten we zelf ook wel, hè? Ja. Maar hij zei ook van... Hij zei ook, als je altijd al professionele training hebt gehad, is iets anders natuurlijk als bij de plaatselijke hockeyclub waar je dan een heel ander soort training hebt. En dat is ook een bewuste keuze geweest om met je vriendin te gaan. Ja, dat is ook het belangrijkste. Ja. Dit is nou zo gekomen, hè?
Ja, maar anders zouden we het ook nooit gedaan hebben. Nee. Bij een andere club gaan kijken. Dus, maar ze is nu een paar keer geweest en hij ziet ook echt de vooruitgang. En dat ze goed luistert en tips aanneemt. Dus ze gingen naar kijken wat ze voor haar kunnen betekenen. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal nog een beetje grijs gebied, onduidelijk. Ja. Maar we hebben nog anderhalf jaar. Bijna twee. Ja, gelukkig wel. Je kunt er wel beter op tijd mee beginnen. Ja, ik had ook een juist blijven zitten anders. Nee, ik had niet een blijven zitten anders. Nee, er zijn ook andere mogelijkheden die kunnen ook gewoon een jaar. Ja, anders doe je het niet, hè. Kan ook. Je kan ook een high school gaan doen, maar sport is natuurlijk wel het leukste. Ja, dat is het leukste. Erbij. 5 dagen in de week trainen en 1 week het zijn. Zaterdag. Ja, dat is leuk, ja. Ik heb een bericht gehad van het zwembad, dat er in november is het geen diploma zwemmen, maar je moet nu 5 december proefzwemmen, de week daarna proef of diploma training, eerst diploma training proefzwemmen en zondag 20 december, topdag, moet je afzwemmen op zondag, dus je hoeft maar 3 keer dan te gaan. En dan heb je je B-diploma. En dan mag je ook. Krijg ik weer zo'n leuk cadeau van opa en oma. Turnen. Dan mag je gaan turnen. Yo! Ik ga je oma aan je hout doen. Waarom wil jij hout doen? Wil je afsluiten? Nee, met de eten en hout doen. Zullen we samen afsluiten? Ja, hallo ma. Nee, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Allemaal bedankt, jongen. Komt ie wel, schatje. Op ons kanaal. Vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe. Zusje is thuis, want die voelt eigenlijk al een paar dagen niet lekker met buikpijn. Krijg blokjes beugel boven. Vind je pijn? Als je hem op zijn kop, dat kan ook. Daar is ze. Gaat weer goed.